Omdat Groningen deze week vanwege de Giro een Italiaanse stad is, kijken we vandaag naar een van de eerste Italianen in de stad. Deze Marcus van Verona kwam ongeveer 450 jaar geleden hier naartoe om nieuwe vestingwerken aan te leggen. Onder andere hier bij het Verbindingskanaal. Groningen behoorde zo'n 450 jaar geleden tot de Spaanse Nederlanden. Die werden bestuurd door de zuster van keizer Karel V, Maria van Hongarije. Toen het stadsbestuur van Groningen nieuwe vestingwerken wilde, was Maria zo behulpzaam om de bekwame Italiaanse vestingbouwer Marcus van Verona in 1550 naar de stad te sturen. De Italianen waren in de 16e eeuw de bedenkers van een nieuw soort vestingwerken. Zo hadden zij bedacht dat met hoekige bastions, in plaats van ronde rondelen, de vijand veel beter beschoten kon worden. Nou, Marcus van Verona die had zijn sporen al verdiend met nieuwe vestingwerken aanleggen in Antwerpen en Amsterdam. En in Groningen ging hij hetzelfde doen. Een van de onderdelen van zijn plannen was het verbreden van de vestinggracht. Omdat de kanonnen in de 16e eeuw een stuk krachtiger waren geworden, hadden de oude middeleeuwse vestingwerken geen zin meer. Zo konden de stadsmuren, zoals hier bij het Pepergasthuis, worden gesloopt en de oude houten poorten vervangen door stedenpoorten. Marcus van Verona maakte een plan en het leek allemaal fantastisch, maar het kostte nogal wat geld. En dat vonden de Groningers niks. Dat werd hem duidelijk gemaakt op een avond in het Hamburger Bierhuis. Marcus van Verona begaf zich in februari 1551, niets vermoedend, naar het befaamde Hamburger Bierhuis. De Italiaan was erg ingenomen met zijn eigen vestingplannen en wilde daar graag op drinken. De Groningers in het bierhuis zagen dit met grote ergernis aan. Zij vreesden dat de Italiaan hun alleen maar veel geld zou kosten en besloten dat probleem uit de wereld te helpen. Zeg, wat is dat voor flauwe kul die aan de hoop heeft, man? Marcus van Verona overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Brussel eiste dat de schuldige werd gepakt en de doodstraf zou krijgen. Maar doordat de getuigen elkaar tegenspraken en het stadsbestuur zo'n straf misschien wel wat te gortig vond, kwamen ze niet verder dan 7 Groningers een geldboete geven en verbannen uit de stad. De aanleg van de nieuwe vestingwerken ging ondanks de dood van Marcus van Verona gewoon door. Een van zijn plannen was de bouw van een citadel aan de zuidkant van de stad. Hier werd op bevel van de hertog van Alva in 1570 uiteindelijk aan begonnen. Maar het bolwerk kwam nooit klaar. En wat al klaar was, werd door de Groningers weer gesloopt. Met de bevrijding van Groningen in 1594 verdwenen de eerste groepen Italianen uit de stad. Maar later
kwamen er meer. Uit Noord-Italië kwamen marskramers, schoorsteenvegers, stucadoors en instrumentmakers. Uit de omgeving van Napels zangers en andere artiesten. Van Sardinië de pizzabakkers. En uit de omgeving van Venetië, uit de bergen ten noorden van Venetië, de ijsbereiders. En overmorgen zijn hier vanwege de proloog weer heel veel Italianen. Nu maar hopen dat zij niet net als Marcus van Verona tegen een Groningse knuppel aanlopen.